Vooral? Gewoon als je een beetje normaal met mensen praat, is veel leuker dan leuk doen. You didn't ask for consent. Do you like to be... Are you extroverted? Describe yourself as extroverted or introvert? Both. Okay. Do you like to perform? I mean, not now, in general. Nooit anders. I'm not going to speak the language you want me to. Formidable. Bon alors, on se retrouve demain à 17h devant le cinéma. Oui, à demain. Eric, surtout, ne sois pas en retard. Ne t'inquiète pas, je viendrai avant toi. On va voir. Au revoir les amis. Je n'arrive pas à croire mes yeux. Eric, tu es là? Je t'avais dit que je viendrais avant toi. Oui, c'est assez surprenant. Lise, il y a de l'eau, il y a le jus d'orange. Ouais. Merci. Maintenant que tout le monde est là, on entre. Vous voulez sans doute du pop-corn, n'est-ce pas? Je veux du pop-corn caramélisé, s'il te plaît. Tout de suite. If I have to explain you why this is not a good camera, you don't deserve the answer. Pardon? If I have to explain you why your camera sucks, you don't deserve the answer. Le film va bientôt commencer. Allons-y. Où sont nos sièges? Venez, par ici. Looks like creeps, this man. He's my biggest fan. Dit is toch zo'n designer? Ja, IKEA. Oh, er was zo'n soort stoel, maar dan een designerstoel. Iemand vroeg, wil je die hebben? Oké, ja. Nou ja, precies. Beetje kroppen, beetje katten, beetje meer. Beetje strikt. En vergelijk me met Salvador Dali. Wie doet dat? Ouwe? Or in the front party in the back. Yeah, right. It's okay. Or the other way around. Yeah. Really depends on party in the front kind of business. I have to confess, I've never seen this. Party every day, I think. That's party every day. Party every day. And that's business. Yeah. And I call it business. Yeah. How you doing, Steve? Dat is een goede vraag. Maar voor de films te maken, het idee is, het is niet mijn idee, maar hun idee, dat ik in elke episode een ander kapsel heb. Heb je al een vlechten gehad? Kijk. Of gaat het meer echt om het knippen ervan? Nee. Het gaat alleen om de look. Gewoon een spiertje nebenbij. Ken je dat? Nee, een beetje. maar het is best wel hetzelfde, toch? Nee, dit is veel langer. En dit is... Nou, als dit weggaat,
als dit je weggaat. En je hebt ook hele mooie haar. Dankjewel. Hele mooie vrouw, toch? Dat is heel brutaal. I think she's a very attractive human being. Don't you? Don't you? Sorry. Do you think I'm attractive? Wat zeg jij, sorry? Vind je mij mooi? Nou, je oogt goed op een camera. Maar je vroeg haar wat beter. En zij niet. Maar kijk naar haar tanden ook. Dat bepaal ik zelf. Dat is waar. Hoeveel mensen zijn er van? Vind je sexy? Dyslexie? Sexy? Oh, sexy. Sexy. Sorry. Ja, ik krijg even complimenten voor. Ja. Oh, daar heb je die... Die kleine tuintje. Die... Ja, maar jij hebt zo'n perfecte tuintje. Daar is een... Ja. Bedankt. Maar ik niet. En jij hebt ook deze... Deze beauty spot. Ja. Mag ik vragen hoe oud je bent? Ja. 30? Precies 30. Ja, zie je? Wat zeg jij als homoseksueel expert? Over wie heb je het nou? Over gebrek, ja. Oh, dan... Nee, jij gaat daar zitten. Nee, ik zat eigenlijk wel lekker. Ja, maar waarom klaag je dan? Ik klagen was niet aan het klagen. Je moet... Was ik aan het klagen? Ervoer je dat ik kloeg? Je kloeg? Ja. Kloeg? Ja, was aan het kloeg. Speel jij de hoofdrol in de film? Nee, ik speel niks. Nog niet? Nee, gelukkig niet. Nee. Waarom gelukkig niet? Hoe zag ik gelukkig niet? Een appel? Nee, bedankt. Kom op. One apple a day, ja? Hé, Sina, waarom gaan wij geen film maken met haar in de hoofdrol? Paul, ik ben je naam even kwijt, sorry. Omdat elk idee... Gebrechtje. Zij heeft een prachtige transparante huid. Ja, als ik met haar wil werken, ga ik met haar werken. Maar en ik ben bang dat als jij haar filmt, dat je dat niet ziet. Sorry. Jij ziet haar gewoon als mens. Je verstond er wel. Nee, je zag het. Jij ziet haar als mens, maar niet als... filmster met een prachtig transparante huid waarmee je grandioze scènes kan maken. Is dat gek? Dat je een transparante huid hebt? Ja. Wat betekent dat? Ja, dat weet ik dus nog niet. Wat is het transparante... Dat de camera dus als het ware voelt wat er, dat het een beeld is dat helemaal met het licht van de camera samengaat. Nou, wat een compliment. Dank je wel. Dat is meer dan een compliment, dat is gewoon een... De kracht van de grote films. Ik ga naar huis. Nee, je moet blijven. Hij gaat naar huis. Just a different sex. This is a very powerful thing. Not 29 weeks, by the way. To say whether food's got GMO content in it or not, yeah. Or GMO. I want you to tell me why. But it's Earth sign. They're very grounded. Virgo? It's the third guess. Or the it was fourth. The second guess. No, the Taurus and Steer is itself. Oh, sorry. It's like Taurus and it's like Steer. Yeah. It's like it's an Earth sign because Steer and Virgo and Capricorn. Ben je er veel mee bezig met sterrenbeelden? Ja, mijn ex-vriendin was echt een echt een beetje. Ja, ik heb een beetje gehoord dat je een fan bent. Dat ben ik dus niet. Hoe vond je mijn performance gisteren? Ik ben gisteren in de Leidse Schouwburg opgetreden. En zij was in het publiek. Hoe vond u dat? Hoe ik jouw optreden vond? Of ja. Hoe ik het zitten in het publiek vond? Nee, hoe je mijn optreden vond. Ja. Eerlijk.
Nee, Eric. Ja, ik zit te denken, wat vond ik daarvan? Wat voor mij jammer was, dat je het van tevoren zei. Oké, okay, dus de verrassingseffect was weg. Ja. Oké. Okay. Maar behalve dat, maar je bent toch slim genoeg om te weten ik dat het... Ik vond je laarzen fijn en ik heb gelachen. Heb je gelachen? Ja. Wanneer? Een beetje aan het einde. Ik weet niet, met die flauwe moppen? Ja. Oké. Okay. En daarvoor eigenlijk trouwens ook. En ik heb geglimlacht bij het weggaan. Bij het weggaan van mij? Ja. Enfin, la journée est terminée. Et c'est le week-end. J'ai failli m'endormir durant la dernière séance. Quels sont vos projets pour le week-end? J'ai des tonnes de travail à faire. Entre le ménage et les devoirs, je ne vais pas trouver le temps pour faire quelque chose d'autre. Et toi, Caroline? Je n'y ai pas encore pensé, mais a priori, je vais faire comme Charlotte. Vous n'êtes pas sérieuse là? Vous allez passer un week-end entier à nettoyer et à réviser. Je ne peux pas verstoppen. Je ne sais pas waarheen daarmee. Ik moet tegen hem zeggen. Ga wandelen. Nee, ik wil. Dat is toch niet aardig om te zeggen? He's having the time of his life. Sommige mensen houden ervan als ze echt vies tegen hun bent. Nee, dat geloof ik niet. En daarom heb ik soms zo vrienden tegen wie ik heel onaardig ben. En dan heb ik ook zo vrienden waar ik heel aardig tegen ben. En met jou weet ik nog niet. Ja, dat gaat het uitwijzen. Kunnen we op deze manier ook gewoon op het toneel staan met z'n drieën? Oui. Et avec les examens qui s'approchent, j'aimerais bien être à jour dans toutes les matières. Et puis, vous les garçons, vous ne faites pas... Hoe is er de achternaam eigenlijk? Nee, het is heel mooi. Jouw transparante huid en zijn, laten we zeggen, donkere haar, dat werkt heel mooi. Nou. Is er daarvoor complimenten voor gebruiken? Ja. En die snor werkt ook wel. Wat zeg je nou? Vous pouvez faire tout ça et épargner un peu de temps pour nous accompagner au cinéma. Samedi matin, vous allez faire le ménage et le soir, on va regarder un film. Et il vous reste dimanche pour étudier. Tant d'hésitations pour un film de 90 minutes. Allez les filles, je suis sûre qu'une petite sortie ne va pas déranger votre révision. Bon, d'accord, si vous insistez. Charlotte, qu'est-ce que tu en dis? C'est d'accord. Génial. On va s'amuser. Mais quel film allons-nous voir? Et si on regardait un film de comédie? Non, merci. Tu sais bien que je n'aime pas ce genre de film. Alors, que diriez-vous d'un film romantique? Les films romantiques sont hyper ennuyants. Je toch net, je geeft het gelijk terug. Ah bon? Dus dat je zegt, jij bent zeker iemand die dit doet. Nee, dat bedoelde ik het niet. Nee, maar dan kan je hem misschien uitlokken om te zeggen wat hij wel gaat zeggen. Ja, je wil het weten, toch? Nee, dan kan je zeggen, jij doet het misschien niet. Je croyais que les filles adoraient les films romantiques. Non, pas du tout. Ok, schrijven jullie gedichten voor elkaar. Bon alors, un film d'horreur? Paul. Tina. Ik heb het tegen jou. Gedwijg je een beetje. Dat is zijn antwoord. Gedraag
gedraag je hem niet. Je bent gewoon echt een niksburger. Nou. Oké. Je bent gewoon helemaal blank binnen. Je hebt niks, je hebt geen persoonlijkheid, geen ziel. Ja, maar ik vind het zo leuk dat jij dat wel hebt. Een echte persoonlijkheid. Ja, maar jij gebruikt me. Maar ik ben een heel interessant iemand. Jij niet. En alles wat ik aan jou vraag... Maar wat maakt jou dan interessanter? Ja, vraag hem. Waarom vindt hij mij, maar ik niet hem? Oké, telefoon. Le regard. Oui, j'ai vu la bande-annonce et je trouve qu'il est super intéressant. Charlotte, Eric, vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Alors, il y a une séance de... Every year, I give an award to an artist of my choice. It's called the Sinakani Award. Say whether food's got GMO content in it or not, yeah. Like all GMO free. It's a lifetime achievement award. Here you go, this is yours. Ne t'inquiète pas, je viendrai avant toi. On va voir. Au revoir les amis.